Mantelzorg ondersteunen bij mevrouw B. Jazeker doe ik dat nog. Ik kom er net vandaan. Ik heb het er alleen niet meer iedere dag over. Omdat in principe is het natuurlijk wel steeds min of meer hetzelfde verhaal. Het is een herhaling van zetten. En toch neem ik ook wel een zekere verandering waar. In toenemende mate wordt de verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen bij mij gelegd. De beslissingsbevoegdheid rust op mijn schouders. Wat wilt u doen, mevrouw B? Nou, waar jij zin in hebt. Wat wilt u eten? Wat jij lekker vindt. Kies maar. Jij bent de baas. Die heb ik ook al een paar keer gekregen. Oeh, ja. Nou, dan hebben we dus een groente uitgekozen. Ik dus. En wat wilt u voor vlees erbij? Jij mag het uitkiezen wat jij lekker vindt. En het maakt niet uit wat het kost. En dat is leuk, dus dan kiezen we tussen twee hamburgertjes van 1,50 of een stukje kip van 4,5, want geld speelt geen rol. Wat ik het bijzonder aan haar vind, is de kunst om in het hier en nu te leven. De koffie moet nu lekker zijn. Het weer is nu mooi, dus gaan we nu op het terrasje zitten, no matter wat de agenda is. Nu is het lekker. En ze wil ook heel graag dat de mensen waarmee ze te maken heeft gezellig zijn. Nou, daar hou ik me dan ook strikt aan. Ik denk dat ik er ook echt uit zou vliegen als ik dat niet deed, hoor. En zelf is ze ook altijd gezellig en vrolijk. Ze lacht heel veel. Ik heb er 1 keer kwaad gezien. Toen was ik met haar naar de kapper geweest. En op de terugweg begon het te regenen. En ik hield de paraplu net niet goed genoeg in het midden boven de hoofd. Toen werd ze boos. Want de kapsel is heilig. Want mevrouw B, al wordt ze 140, het is en blijft wel een dame.